Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Doe Maar Duurzaam. Het televisieprogramma over de ontwikkelingen en innovaties binnen de duurzaamheidssector. Deze aflevering staat in het teken van ondernemen. En bij ondernemen hoort natuurlijk leren. En in deze tijd gebeurt dat heel erg veel op afstand. Nou, hoe pak je dat dan aan? Nomadic International Business Psychology doet dit al heel lang en ga ik jullie nu precies uitleggen hoe dat loopt. Corona heeft ons laten zien dat samenwerken op afstand mogelijk is en soms vele voordelen kan geven. Frederik Vogelberg van Nomadic International Business Psychology traint al sinds 2008 organisaties in het samenwerken op afstand. Op welke manier zij werken en leren positief benaderen, gaan we nu horen. Helping people to have better meetings online obviously has a huge impact on the environment. One client told me last week that in the past they used to travel maybe to the US for a 10-minute presentation, spending 3 days traveling, and now they can do it online. Another example, 80 people from an R&D department who decided to take their annual meeting online instead of traveling from all over the world. Imagine how much that saves in terms of flights and the impact on the environment. Since the start of the corona lockdown, we see that organizations who are willing to invest in a capability to work better online are being remarkably successful. I don't think people will be willing to go all the way back to commuting to the office every day. When people are meeting online, they tend to come in 1 minute before the meeting or even on the hour without checking their setup beforehand, making sure they have a good connection, have a good headset and audio. And also when they go into the meeting, they tend to focus immediately on the task instead of giving a little bit of room for the relationship. Whereas in a face-to-face setting, people would automatically have a little chat with each other. Also having a little break in between the different meetings is something that people tend to leave behind, whereas normally you walk to a different meeting room, now they hop from one screen to another. Door efficiënt op afstand met collega's samen te werken en online trainingen te volgen, houd je niet alleen tijd over voor je gezin, maar ook om lekker te bewegen. Ook zorg je voor een lagere voetafdruk. Wat een mooie vooruitgang. Vermogen beleggen of laten beleggen wordt met een lage rentevergoeding op je spaargeld voor steeds meer mensen een reële optie. Wist je dat beleggen meer financiële vrijheid creëert? De koersen van aandelen kunnen niet alleen stijgen, maar ook dalen. Daarom moet je wel goed weten waarin je belegt om zo de risico's te verminderen. Martine Hafkamp, algemeen directeur van Vintessa Vermogensbeheer, kan ons daar meer over vertellen. Nou, beleggen is zo belangrijk om financiële vrijheid te creëren, omdat het een manier is om zelf het heft in handen te nemen om voor je pensioen te kunnen zorgen of voor een speciale uitgave in de toekomst misschien wel. En doordat je in beursgenoteerde bedrijven belegt die je zelf kan begrijpen, want dat is wel een belangrijke voorwaarde natuurlijk, kan je dus die financiële vrijheid ook creëren. En dan heb je ook nog bedrijven die dividend uitkeren. Nou, dat kan je ook weer herbeleggen of je kan iets leuks ermee gaan doen. Nou, wat je het beste kan doen als je geld wil beleggen en geen tijd of energie wil steken in het zelf doen, dan kan je het beste op zoek gaan naar een partij die dat voor jou kan doen. En dat is soms de bank op de hoek. Maar wat belangrijker is, dat je naar een onafhankelijke partij gaat zoeken. En dan eentje die geen eigen producten heeft, want dat heeft vaak die bank op de hoek ook. Maar iemand die er echt zit voor jou, die echt heel goed luistert naar jouw wensen en verwachtingen en ook kan inschatten hoeveel risico je kan lopen en wil lopen. Nou, want als je iets niet wil, is dat je slapeloze nachten krijgt van het geld wat voor je belegd wordt. Want dat is het niet waard. Nou, vermogensbeheer, dat is iets heel anders dan een daghandelaar of een shortspeler. Een daghandelaar, dat is wat iedereen vaak met beleggen associeert. Die zit heel kort op de bal en die probeert een beetje winst of een beetje verlies te realiseren. Als vermogensbeheerder gaat het om dat je lange termijn in de markt zit. Dus niet het timen van de markt, maar de time in the market. Want je hebt financieel sterke bedrijven geselecteerd die gewoon tegen een stootje kunnen, ongeacht wat er in de wereld verder gebeurt. En daar krijg je dividend van. En zo krijg je kaststromen in de portefeuille die je ook weer kan herbeleggen. Of die je mensen kunnen opnemen om er iets leuks van te gaan doen. En dat is een veel betere strategie in onze ogen. Want niemand kan gewoon heel lang de markt timen. Dat gaat gewoon niet. Ik bedoel, dat leidt uiteindelijk alleen maar tot verlies. En dan krijg je weer slapeloze nachten. En die wil je niet.
vermogensbeheerder zorgt voor de persoonlijke aandacht door heel goed te communiceren met je klant. En dat werkt twee kanten op. Natuurlijk als partij doe je dat naar de klant toe, maar andersom kan een klant dat ook naar jou doen. Want ook persoonlijke omstandigheden veranderen. En je wil natuurlijk heel graag vertellen, door al het nieuws wat ze vaak horen iedere dag, wat er echt goed gaat nog steeds in de wereld. En dat de bedrijven die waar jij in belegt voor ze, dat dat ook goede bedrijven zijn die wel tegen een stootje kunnen. Of misschien wel kunnen profiteren van omstandigheden waar het over gaat. Dus jij zit er echt om de rust te bewaren voor de klant. En dat is waar je als vermogensbeheerder een verschil kan maken. Nou, je bereikt als vermogensbeheerder een duurzame relatie met je cliënt door daar heel veel tijd en energie in te steken. Dat is hartstikke belangrijk, want het gaat om het geld van een klant en jij wordt gemachtigd om dat te beheren, dus dat moet je naar eer en geweten doen. En dat is natuurlijk eigenlijk ook hoe je zou moeten beleggen. Dat het niet alleen om aandeelhouderswaarde creëren gaat, zoals dat al zo mooi heet. Maar dat een bedrijf ook heel veel doet aan duurzaamheid. In de zin van energiebesparing, CO2-reductie, daar de uitstoot van. En heel veel andere dingen. Dus daar moet je ook in je beleid rekening mee houden. En ik denk als je zo met elkaar omgaat, dat je dan uiteindelijk tot het beste resultaat komt. Want je gaat een financieel huwelijk met elkaar aan. En in principe ga je dat ook voor een langere tijd aan, net als een gewoon huwelijk. Als samenleving moeten we overgaan naar duurzame vormen van energie. Dat is de energietransitie. Het is een langdurig en complex proces met veel belanghebbenden. Organisaties die werken aan energietransitie hebben behoefte aan nieuwe professionals. Talent voor Transitie gelooft dat juist jonge mensen dat kunnen brengen. Martin Eimers vertelt ons waarom dat zo is en hoe dit werkt. De energietransitie vraagt gewoon veel nieuwe instroom. En naast capaciteit met inhoudelijke kennis is er ook echt behoefte aan wat meer durf- en experimenteervermogen. Dat komt omdat de energietransitie is echt nog voor een groot deel een onopgeloste puzzel. Vanuit onze organisatie geloven we erin dat als je jonge mensen daar de ruimte in geeft en ook zorgt dat die durven en experimenteerkracht laten zien, dat dat van extra toegevoegde waarde is voor onze opdrachtgevers. Wij als energiebedrijf, wij willen een fossielvrije toekomst bewerkstelligen binnen één generatie. En daar hebben we natuurlijk mensen voor nodig. En het liefst ook echt mensen die gemotiveerd zijn om dat fossielvrije leven te bewerkstelligen. Nou, die vijver waarin wij vissen naar die mensen is vrij klein. En daarom vinden we het heel fijn om samen te werken met organisaties die niet alleen de talentwerving doen, maar ook zorgen voor de persoonlijke ontwikkeling van die mensen. Op dit moment realiseer ik samen met mijn team grootschalige zonneparken. En naast mijn rol als zonneontwikkelaar werk ik ook aan mijn persoonlijke groei door het ontwikkelprogramma. En ja, het inspireert me heel erg om een netwerk van jonge mensen om me heen te hebben die dezelfde drijfveer voor verandering hebben. En ik denk dat die mindset nodig is voor een succesvolle energietransitie. Samen met onze opdrachtgevers streven we naar versnelling van de energietransitie. En door nou heel goed te kijken naar de opdrachten en de mensen, zowel zakelijk als aan de persoonlijke kant, proberen we een zo goed mogelijke match te krijgen. Waardoor er vanuit intrinsieke motivatie echt een verschil gemaakt kan worden. En dat helpt om de energietransitie te versnellen. Wanneer je op deze manier werkt, gaat de energie vanzelf positief stromen op meerdere manieren. Wanneer je een duurzame onderneming hebt, komen er ook juridische zaken bij kijken. Wist je dat juridische stukken niet zwaar formeel en lijvig hoeven te zijn? En dat het goed inregelen van jouw juridische zaken niet veel hoeft te kosten? Carlijn Schuttelaar van Schuttelaar Law maakt jouw juridische zaken passend bij jouw onderneming en doet dit op een geheel eigen, duurzame wijze. Duurzame ondernemers hebben vaak een bepaalde ziel en bevlogenheid voor hun onderneming. Deze ziel en bevlogenheid die zie je terug in dat ze niet alleen financiële winst beogen, maar ook andere doelen beogen, zoals bijvoorbeeld impact. Het is belangrijk om deze impact vast te leggen in zogenaamde visie-gedreven contracten. Hierbij leggen we de essentie van de samenwerking vast, maar zorgen we ook dat de juridische risico's geborgd zijn. Gevestigde advocaten zijn getraind om zich voornamelijk bezig te houden met financiële risico's. Ze maken hiervoor complexe juridische stukken die veel uitleg behoeven en daar schrijven ze ook de uren voor. Een duurzaam jurist kijkt niet alleen naar financiële risico's, maar ook naar andere unieke risico's die een duurzaam onderneming met zich meebrengt. Zoals de impact, de goodwill en de bevlogenheid van de ondernemer.
Hoe fijn is het als jouw duurzame jurist mee kan denken met unieke impact die jouw onderneming beoogt? Er zijn veel duurzame ondernemingen die werken met een bijzondere doelgroep. Bijvoorbeeld vluchtelingen of mensen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze doelgroep kunnen we sociaal inclusieve arbeidscontracten ontwikkelen. Deze arbeidscontracten behelzen alle juridische risico's, maar zorgen er ook voor dat je een warm gevoel uitdraagt. En de doelgroep kan ze begrijpen. Doordat er veel ervaring is in allerlei types duurzame ondernemingen, kan er goed worden geadviseerd over structuren, certificeringen of andere juridische aangelegenheden. Schoenmaker blijft bij je leest. Laat de ondernemer ondernemen, want de jurist heeft het onder controle voor jou. We zijn alweer aan het einde gekomen van het eerste gedeelte van Doe Maar Duurzaam. We gaan er even uit voor de reclame, maar blijf kijken, want we zijn zo gewoon weer terug. Welkom terug bij Doe Maar Duurzaam. Waar gewerkt wordt is energie nodig. Maar hoe wekken we dit op en hoe slaan we het op? Nou, daar zijn heel veel manieren voor. En wij gaan nu horen hoe Friday Energy dat doet. Er wordt inmiddels veel energie gewonnen middels zonnepanelen en windmolens. Maar steeds vaker is het energienetwerk niet ingesteld om de opgewekte energie naar de juiste plek te krijgen. Daar biedt een batterij de juiste oplossing in. Je slaat de energie op in de batterij als je het even niet nodig hebt om vervolgens het later te kunnen gebruiken. Hoe je dit kan bereiken vertelt Bouke Siebenga van Friday Energy. Waar ze hier tegenaan liepen bij het verduurzamen was dat ze graag zonnepanelen wilden plaatsen op het dak. Echter dat hiervoor ook een grotere energieaansluiting nodig was, wat substantiële kosten met zich meebracht, waardoor de hele business case van het opereren van zonnepanelen niet meer rendabel was. Daarnaast was er onzekerheid of er wel energie teruggeleverd kon worden het net in, omdat het net vol raakt vanwege de toename van zon- en windenergie in Nederland. Ja, met een slimme batterij wordt de lokale opwek met de zonnepanelen afgestemd op het lokale verbruik. Eigenlijk werkt het als een soort mini-stuwmeer. Het spaart eventjes de energie op voor later op een moment dat je het echt nodig gaat hebben. De voordelen hier zijn dat de elektrische boten kunnen worden opgeladen met zonne-energie, ook als de zon eventjes niet schijnt. Andere voordelen zijn dat de elektrische auto's van bezoekers hier extra snel worden opgeladen als de zon heel erg fel schijnt. Wat je nog meer met die batterij kan doen is dat elke batterij verbonden is met de cloud middels een geavanceerd software systeem. Daardoor hebben we de batterij slim gemaakt. Het is voorzien van een bijzonder energiealgoritme wat zichzelf continu verbetert. Hiermee houdt hij rekening met additionele data zoals weersvoorspellingen en energieprijzen. En op basis daarvan de batterij laat en ontlaat op het ideale moment. De voordelen in verduurzaming zijn dat je je eigen stroom opwekt met je eigen zonnepanelen. En dat je die ook helemaal zelf kan gebruiken. Dus dat je net zoveel gebruikt eigenlijk als dat je ook opwekt. En daarnaast vinden we het natuurlijk ook gewoon mooi omdat we het maatschappelijk gezien zo duurzaam mogelijk willen zijn. Dus je merkt dat onze gebruikers in de haven het leuk vinden. En we vinden het zelf fijn dat we gewoon niet meer afhankelijk zijn van externe energie. Soms is het nodig om grote oppervlaktes te reinigen of om ze te behandelen. Denk aan een oppervlaktebehandeling van staal of aan het verwijderen van graffiti aan de muur. Het bedrijf Firm Services is zo'n bedrijf dat elke oppervlakte kan reinigen of behandelen. Jurrie Vermeulen kan ons precies uitleggen hoe een specialist in oppervlaktebehandelingen te werk gaat. Een specialist in oppervlaktebehandeling die kan dus diverse behandelingen aanbieden. Dat kan een chemische behandeling zijn om iets te reinigen. Het kan een mechanische behandeling zijn, ook dat kan om te reinigen zijn, maar ook om iets fraaier te laten uitzien. En dan denken we bijvoorbeeld aan polijsten van uitlaten. Wij doen dat op locatie en in onze werkplaats. Het ligt eigenlijk net aan wat de klus is, hoe groot het is, wat er gedaan moet worden. De specialist wordt voornamelijk gebeld wanneer er een graffiti bij iemand op de muur is gezet, bij iemand thuis. Het zou kunnen voor de industrie bijvoorbeeld dat er spullen ontvet moeten worden. Dit wordt dan in een bad gehangen waarin het ontvet wordt. Er zijn mogelijkheden voor chemisch reinigen op locatie. Dat gebeurt voornamelijk op locatie. Het stukje gevelreinigen is uiteraard op locatie en dat gebeurt voornamelijk particulier. De chemicaliën die wij gebruiken bij bijvoorbeeld de gevelreiniging, die zijn wel biologisch afbreekbaar. Dus als dat met het water wegstroomt in het riool, kan dat verder geen kwaad. Als iemand een specialist zoekt, dan moeten ze er zeker op letten dat het bedrijf gecertificeerd is. Dat het personeel op de hoogte is waar ze mee werken. En dan gaat het bijvoorbeeld om chemicaliën met de apparatuur waar ze mee werken.
Uiteraard is het belangrijk dat het personeel klantvriendelijk is. Zij zijn het visitekaartje van het bedrijf. Geen enkele uitdaging is er één te veel voor een specialist in de oppervlaktebehandelingen. De afgelopen jaren is het voor mensen met een middeninkomen steeds moeilijker geworden om aan een koopwoning te komen. In veel Nederlandse steden is er dan ook nog steeds sprake van een woningnood. Door snel, efficiënt en circulair te bouwen vanuit een pragmatische visie, kan deze woningnood op een duurzame manier worden gereduceerd. Johan Oldvoort van Olcas BV vertelt ons hier meer over. Voor mensen met een middeninkomen is het moeilijk om aan een koopwoning te komen omdat er veel vraag is en weinig aanbod. Daardoor is er weinig keus en zijn de prijzen hoog. Voor mensen is het ook heel moeilijk om een woning te financieren omdat de prijzen voor de woningen erg gestegen zijn en de inkomens niet. Vervolgens is het voor die mensen ook niet mogelijk om op de sociale woninghuurmarkt iets te doen en kopen is voor hen al onbetaalbaar. Er zal meer met prefab gewerkt moeten worden. Gedeeltes van woningen of zelfs complete woningen zullen uit de fabriek moeten komen. Dat houdt in dat als we woningen op die manier gaan bouwen, we ook die woningen heel makkelijk kunnen demonteren. En wat is er mooier, dat we woningen kunnen verplaatsen zonder te slopen. Dat is pas echt duurzaam. Wat een prefab woning zo duurzaam maakt, is dat beton verschillende eigenschappen heeft. Het is zwaar, het is grijs, kan warmte en kou opslaan. En dat krijg je hier dus door middel van warm water door de beton heen te laten lopen. Daardoor krijg je dus een gelijkmatig temperatuur waar in de zomer het koeler en in het winter het opwarmen is. En het energie voor de warmtepomp, hè, door middel van de warmtepomp wordt dus het warm water verkrijgen, verkrijgen we dus door dus middel van zonnepanelen. Wat wij dus hier in beton kunnen gaan doen en moeten gaan doen, doen we in beton. En wat dus in hout kan, doen we in hout. De overige mogelijkheden van een prefabwoning zijn dat je kunt kiezen uit de voordeur aan de voorzijde, voordeur aan de zijkant. De kleurstellingen, 5 verschillende kleuren waaruit men kan kiezen. Het is als getekend of als gespiegeld. We hebben in de dakvloer hebben we een uitsparing ingenomen waar de koper een uitbreiding kan realiseren door middel van een zadeldak, een dakopbouw of een dakterras. Cybersecurity staat bij de meeste ondernemers hoog op de agenda. De beveiliging van je IT is eigenlijk hetzelfde als de beveiliging van je huis. Heb je waardevolle spullen, dan ben je interessant voor hackers. Maar waar moet je nou op letten als je voor bepaalde cybersecurity oplossingen kiest? Mark Veldhuis van Limprofs vertelt ons hoe je de beste duurzame keuzes kan maken bij het op orde houden van je IT-beveiliging. Mijn pleidooi is dat bedrijven zelf in controle blijven ten aanzien van cybersecurity, omdat in veel gevallen cybersecurity geen core business is van de bedrijven. Sowieso IT is vaak een dissatisfier. Dus het is iets wat mensen niet zo heel leuk vinden. Dus mijn pleidooi is ook laat de werkzaamheden over aan de specialisten. Maar zorg wel dat je zelf aan het stuur blijft staan. Net zoals dat het belangrijk is dat je je boekhouding goed op orde hebt, is het belangrijk dat je je cybersecurity goed op orde hebt. Je kan het beste in controle zijn en blijven door te weten waar de zwakheden binnen jouw IT liggen. En op het moment dat je weet waar die zwakheden liggen, dan kan je ook de juiste keuzes maken. En bij het maken van de juiste keuzes is het heel belangrijk dat je kiest voor flexibele oplossingen. Oplossingen die toekomstbestendig zijn, eigenlijk duurzame oplossingen. En die zorgen voor agility binnen je eigen organisatie, flexibiliteit. Je kan het beste kiezen voor een duurzame, toekomstbestendige cybersecurity oplossing in de vorm van open source. Open source is veilig, het is snel, het is kostenefficiënt, maar zorg er wel voor dat je
een enterprise open source oplossing kiest. Hè, dus een oplossing die ondersteund wordt door een groot gerenommeerd bedrijf. En als je dat doet, dan ben je ook redelijk zeker van dat jouw keuze flexibel en toekomstbestendig is. Laat de cybersecurity maar over aan de specialisten, maar blijf wel zelf in control. Veel gebieden in Nederland hebben last van hard water. Dit wordt veroorzaakt door calcium en magnesium, wat voor hart en uiteindelijk kalksteen vormt. Wat veel mensen niet weten zijn de desastreuze gevolgen van kalksteen op apparaten, leidingen en oppervlaktes. Een waterontharder zorgt voor zacht water en een lage energierekening. Julio Rozier van waterontharder.com vertelt ons meer over de waterontharder, de Amfa 4000. Kalkenslag is een verbinding van calcium en magnesiummineralen. Hoe meer er van die mineralen in het water zitten, hoe harder water je dat noemt. En eigenlijk in heel Nederland heb je heel veel last van kalkaanslag. Maar je hebt het meeste last van kalk op de plek waar het water verwarmt. En dat komt omdat die stoffen die kalk veroorzaken niet zo goed meer opgelost kunnen en blijven in het water. En daardoor gaan ze dus hechten op bijvoorbeeld je glazen douchewand, tegels, je kranen en al je apparatuur. Kalkaanslag is niet per se slecht voor de gezondheid en daarom is het eigenlijk wel goed dat het in het water zit. Alleen, ja, je kent wel die vervelende vlekken natuurlijk op je glazen douchewand en je tegels. Dat is irritant en het kost veel werk en tijd om dat weg te krijgen. En je hebt er ook nog eens chemische reinigingsmiddelen voor nodig. En daarnaast, je warmwaterapparatuur als een wasmachine of een cv-installatie, die gaat er eerder van stuk en meer energie verbruiken. En ja, we weten dat mensen met huidklachten, dat die heel veel last hebben van hard water, omdat die kalk in je kleding gaat zitten en ook op je huid gaat zitten door het douchen. Een waterontharder zorgt ervoor dat je kunt besparen op je energierekening, omdat je apparatuur schoon blijft, kalkvrij. En daardoor gaat het dus langer mee en minder energie verbruiken. En dat heeft ermee te maken, in warmwaterapparatuur zit een verwarmingselement. En als daar een kalklaagje van bijvoorbeeld maar 3 mm op komt, dan verbruikt die apparatuur al 30% meer energie, omdat die kalk dus isoleert en die warmteafdracht van je apparatuur tegenhoudt. De waterontharder is onderhoudsvrij en er zijn geen terugkomende kosten. Het gebruikt ook geen elektriciteit of energie. En het is heel makkelijk door iedereen zelf te installeren. Je kunt het zo voor of na de watermeter zetten en tijrip trek je het vast en klaar. Waterontharder is milieuvriendelijk omdat het ervoor zorgt dat je apparatuur, warmwaterapparatuur, efficiënt blijft werken en langer meegaat. Daarnaast heb je veel minder chemische reinigingsmiddelen nodig om al die kalkvlekken weg te krijgen. Het is onderhoudsvrij en gebruikt geen energie. Dus al met al een duurzaam product. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Doe Maar Duurzaam. Wil je nou meer informatie? Ga dan naar onze website. En tot volgende week!